gesproken over de grens. En deze keer gaan we naar Tsjechië. Sascha Jansen, die woont al een hele tijd in Baren, u zult het vast wel kennen. Zij gaat voor ons koken. En ik ga eens even vragen wat het gaat worden vandaag. Ik ben van plan gebakken bloemkool te maken. Dus ik kan een beetje vergelijken met schnitzel. En dat is eten die wij regelmatig in zomer doen in Tsjechië. Het bloemkool die wordt gebraden. En dan krijg je tartarsaus eroverheen. En dat is luchtig, smakelijk en voedzaam. Hoe lang woon je eigenlijk in Baren? Ik woon 25 jaar in Baren. En hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben hier naar Nederland gekomen omdat ik getrouwd was met Nederlanderen. Echte Nederlandse naam, Jan Jansen. Ja. En het is eigenlijk al 37 jaar geleden. Ik ga volgende maand 37 jaar jubileum vieren. En wij woonden eerst in Soest, 12 jaar. Ja. Hoe is het eten in Tsjechië? Je zegt net al, we eten dit vaak. Er zit geen vlees bij. Wordt er vaak vegetarisch gegeten? Wordt toch wel regelmatig vegetarisch gegeten. Omdat het natuurlijk wel goedkoper is. En zomers heb je niet zoveel behoefte aan het vlees. En vlees was ook wel vroeger ook wel een beetje schaars. En op de scholen wordt ook vaak warm gegeten. Ja, dat klopt. Eigenlijk kinderen eten tussen de middag warm op school. Elke school heeft eigenlijk een beetje grotere school. Die heeft een schoolrestaurant, kun je zeggen, kantine. Maar wel warm gegeten wordt. Ook in bedrijven, die hebben ook eigen restaurants. En mensen dus de bedrijven die restaurants niet hebben, die geven mensen zo'n soort bonnetjes. En die, waar ze korting krijgen om warm eten in restaurants. Ja. Heb ik in Praag heel vaak meegemaakt. Ja. Welke plaats kom je eigenlijk? Ik kom uit Náchod. Dat ligt noordoostelijk Bohemië. 5 kilometer van de grens van de Polen vandaan. En dat ligt eigenlijk, een beetje zich voorstellen, tussen Reuzengebergte en Adelsgebergte. En onze stad die ligt in een dal. En rondom zijn heel veel heuvels en bossen. Ja. Ik heb om tijd een beetje te besparen bij interview, heb ik onderhand de bloemkool gekookt. Dat heb ik afgegoten. Wat ik al zei, ik gebruik dat water voor de soep. En nu ga ik eerst bloemkool in meel, eieren en paneermeel wentelen. Om te voorbereiden voor de pan, voor de bakken. Zo. Eigenlijk maak je dat klaar als een schnitzel. Het is niet zoveel verschil tussen. Alleen maar vorm is natuurlijk anders en inhoud is anders. Ik heb eieren een beetje met melk verdund. Om het een beetje makkelijker te maken. Nou, deze gedeelte is klaar. Ik ga soep maken en afmaken en dan zet ik olie op en dan gaan we dus die bloemkool bakken. Ja, ik zie hier ook tomaten en komkommer. Waar is dat dan? Aardijsjes? Ja, dat klopt. Wat we gebruiken, altijd bij dat bloemkool, gebruiken we of komkommersalade of maken we salaat, zomersalaat met tomaten, met radijsjes. En altijd wat groente salaat. Ja, salade. Sla heet het eigenlijk. Ja, salade. Ik zit altijd in geen probleem met salade of sla of zo. Nee, salade. Ja. Ja. Dus dat komt erbij nog. Ja, klopt. Ja. Ik ga die kleine stukjes van de bloemkool die ik overgehouden heb, klein snijden. Dat die roosjes daarin komen. Die kan ik mooi verwerken in de soep. Hoppakee. Nou, dan ben ik bezig inderdaad groenten op een mooi schaaltje te leggen. En dan eten we straks bij die bloemkool. Blokje
van bouillon. Maakt niet uit welke blokje dat is. Ik heb hier van natuurwinkel natuurlijk wel natuurlijke bouillon. Maar dat maakt niet uit wat je daarin doet. Een beetje smaakje. En daarna doe ik een schuitje melk in. Dan wordt dat een beetje dikker. Even checken, olie. Ja, olie is ook wel geschikt. Dus daar gaan we. Zo, laatste stuk erbij. Zo, dat is. Eén. Ja, je kookt dat wel. Zo. En zo ga je dat bloemkool alle kanten tot een gouden kleurtje even bakken. Ik weet soms niet het verschil tussen braden en bakken, soms in het Nederlandse taal, dus ik weet het niet. In ieder geval wordt dat in de pan gedaan. Ja, een beetje zo. Je moet dat wel hebben. Pepertje. Nou, dan gaan we de melk in doen. Die omkoken. Die brengen we aan de kook. En dan gaan we het een beetje kloppen, zodat het een beetje loskomt, die uien. Zo worden alle ingrediënten goed benut. We gebruiken ook heel veel peterselie op de aardappels, in de soep, in de groenten. Want peterselie die heeft ook heel veel waardevolle voedingsstoffen. En ja, mensen onbewust soms kiezen gewoon voor wat gezond voor hun is. Dus een biologisch komkommer, dus die kunnen we wel, denk ik, met de schil eten. Ik zal even testen. Jawel, kan. En uit de daar straks komt een vignet erop. Die heb ik ook thuis gemaakt van azijn, van honing, olijfolie en een beetje zout en peper en een beetje citroen. Goed, even kijken hoe gaat het met die soep dan. Even proeven. Kom er even bij, is het klaar al? Ja, ik denk het wel. Even absmekken, ja, zoals het in Duitsland gezegd wordt. Ja, dan doe ik het ook even. Ja, doe maar. Ik hoop dat je het lekker gaat vinden. Misschien kan een beetje zout in. Ja, daar kan iets bij. Ja, ik vraag me ook of ik nog de ene blokje nog niet bij zou moeten doen. En de aardappels? Die ga je zo meteen schillen. Moet je die in plakjes zo groeien? Nou, ik kan je in plakjes doen. Je kan ook achteraf nog bakken met in olie of zo. Maar zo is het natuurlijk het gezondst. Ja. Je kan roomboot eroverheen of zomaar. Of een beetje vet van olievet van de bloemkool daarop. Je hebt de bloemkool met een sausje erbij. Natuurlijk. Ja, je hebt een sausje, dus heb je al genoeg eigenlijk. Ja. Nou, dat is dus volgende ronde, de hoofdgerecht, de bloemkool, goud gebraden en de gekookte aardappels in de schil. En tartarsaus die overheen komt zo meteen en wat fris erbij. Ik vond je servie zo mooi, die heeft je zelf meegenomen, dat zei ik net al. Ja, die is wel heel leuk, die heb ik een paar jaar geleden in Klaastrets gekocht, onze bevriende stadje. En daar hebben ze porselein van.